In kleurrijke optochten lopen mensen naar het Oosterpark in Amsterdam. Daar staat het Nationaal Monument Slavernijverleden en vindt ieder jaar de herdenking plaats. Omdat het 150 jaar geleden is dat Nederland stopte met de slavernij, is er dit jaar extra aandacht voor. In Nederland wonen veel mensen met voorouders die tot slaaf gemaakt waren. Met muziek en rituelen wordt stilgestaan bij wat zij hebben meegemaakt. En welke gevolgen dat ook nu nog heeft. Dan het moment waar veel mensen naar uitkeken. De toespraak van koning Willem-Alexander. Wij dragen de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons mee. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme in onze samenleving. Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebuit en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ook sprak de koning over zijn familieleden die vroeger hebben meegewerkt aan de slavernij. Hij vindt dat erg en vraagt om vergeving. Ook wordt er onderzoek gedaan naar wat zijn voorvaders precies deden. Na de toespraak is er een minuut stilte en worden kransen gelegd.